Het Hof van Justitie heeft vandaag 5 advocaten beëdigd. De president van het Hof, Iwan Rasulbaks, haalde aan dat zij vanaf vandaag in de gelegenheid zijn zich op een waardige wijze te profileren en waar te maken als advocaat. Dit houdt onder meer in dat de pas beëdigde advocaten de gerechtvaardigde belangen van rechtszoekenden naar beste weten en kunnen zullen moeten behartigen. Rasulbaks hoopt dat deze advocaten kunnen meegaan met het nieuwe regime ter versnelling van de civiele rechtspraak, waarbij gebruik wordt gemaakt van ICT-toepassingen, zoals digitale zaaksregistratie. Hij haalde aan dat hoe meer advocaten erbij komen, hoe meer zaken te verwerken zullen zijn binnen de rechterlijke organisatie. De hofpresident herinnerde de advocaten eraan dat het werk dat zij zullen verrichten dankbaar en nobel werk is, vol van integriteit en betrokkenheid. Toch is er een andere kant waarvan ze volgens hem ook op de hoogte moeten zijn. Niet zelden tegen waarderingsuitingen die niet getuigen van begrip bij sommige zielen. En met zielen bedoel ik mensen. Zoals als er een tussentijdse rechtspositieverbetering of correctie komt, dan hoor je die zielen allerlei zaken links en rechts uiten. Met social media-achtige dingen, aan één stuk door. Kundige mensen van wie ik denk, dat zal niet uit de mond komen, wat komt. En die mensen zien zelfs spoken bij dag. Maar nieuws voor die zielen. Het Hof heeft een gedegen rechtspositieregeling voorbereid voor de hele rechtelijke macht. En de rechterlijke organisatie, dat komt achteraf, als die wet er is, komt dat bij staatsbesluit. En zal dit voorleggen aan de wetgever in het kader van het verzelfstandigingstraject van de rechterlijke organisatie. Waarnemend procureur-generaal Garcha Parag Singh adviseerde de advocaten om de ontwikkelingen in wet en recht bij te houden. Dit kan volgens haar door themagerichte cursussen te blijven volgen. Alleen op deze wijze zullen de pas beëdigde advocaten de belangen van hun cliënten op de juiste wijze kunnen behartigen. De PG herinnerde de advocaten eraan dat van hen verwacht wordt dat ze juridisch deskundig genoeg zijn om de belangen van hun cliënten te dienen. U zult op basis van actuele juridische kennis de inhoudelijke en procesrechtelijke kant van de zaak moeten kunnen beoordelen. Dit brengt mee dat u zich onthoudt van de verlening van rechtsbijstand of rechtsgebieden waar u niet of over onvoldoende deskundigheid beschikt. U dient zich zowel in als buitenrechten te onthouden van het verstrekken van feitelijke informatie waarvan u weet, althans behoort te weten, dat die onjuist is. Gaat u vertrouwelijk om met een zaak. Het is van wezenlijk belang dat cliënten in vertrouwen alles in volle openhartigheid kunnen wisselen met u. U zult in de uitoefening van uw beroep integer zijn. Integer wil zeggen dat u boven de zaak staat, belangenverstrengeling tegengaat en u zich kan verantwoorden voor uw keuzes, gegeven uw rol binnen de rechtsorde. In uw gedragingen tegenover de rechtelijke macht zult u blijk geven van het respect dat u aan deze als zodanig verschuldigd bent. Stelt u zich sportief op, wanneer ook een beslissing in uw nadeel uitvalt. Hierdoor voorkomt u dat u zich onnodig grievend uitlaat. De beëdigde advocaten zijn Beryl Kimmy Shenachon, Anthony Heath, Valerian Bendanon, Eunice Fernand en Nishita Suklal Teju. Met deze aanwinst heeft Suriname nu 238 advocaten.